Bij Aanhangwagen Direct verkopen we veel verschillende aanhangwagens. Zo ook veel ongeremde aanhangwagens. We krijgen vaak de vraag van wat nou het verschil is tussen bepaalde uitvoeringen. In deze video gaan we specifiek in tussen het verschil van twee verschillende Eduard ongeremde aanhangwagens. Aan de ene kant hebben we de ongeremde aanhanger 250-145 en aan deze kant hebben we een ongeremde aanhanger van 260-150. In afmeting dus een klein verschil. In prijs een groter verschil. En vaak krijgen we dan de vraag, waar zit hem dat nou in? Beide aanhangers beschikken dus niet over een remsysteem, hebben een ongeremde koppeling. Aluminiumborden, asbakverlichting, daar zit het verschil niet in. Waar zit het verschil dan wel in? Als we de aanhanger van dichtbij gaan bekijken, zien we dat naast de dissel het chassis van plaatstaal is gemaakt. Is dat erg? Nee, het is alleen een lichter materiaal waardoor het ook goedkoper is om te produceren. Heb je als particulier een aanhanger nodig die je gebruikt om spullen naar de stort te brengen, verhuizingen te doen, is het gewoon een ideale aanhanger. Heb je alleen een aanhanger die je ook voor zwaardere belasting wil gebruiken, is het wel degelijk een verschil. Dit is een vol bad verzinkt chassis. Dit chassis wordt ook gebruikt tot aanhangwagens met een bruto laadvermogen van 2700 kilo. Dat geeft dus wel weer waar het materiaal van gemaakt is. Je ziet het ook in de dwarsverbanden. Die zijn hier beduidend meer en ook sterker uitgevoerd. Het gevolg is wel dat het eigen gewicht van deze aanhanger ook hoger is, waardoor je een lager netto laadvermogen heeft. Deze aanhanger heeft natuurlijk een lichter gewicht, waarbij je dus een hoger netto laadvermogen hebt om uiteindelijk op die 750 kilo te komen. Dat is het verschil. Heb je meer vragen en wil je advies over de aanschaf van een aanhanger? Kijk op de site, chat of bel ons of kom natuurlijk langs op onze locatie in Heerenveen.